We zijn fier en trots dat we vandaag mogen de bouw van een trainingscentrum aankondigen voor KV Kortrijk. En de ambitie is inderdaad om de werken te starten eind dit seizoen. En normaal gezien moeten die werken in een jaar kunnen afgerond zijn of raken. En dan zouden we kunnen gebruik nemen vanaf de zomer 2023. Ja, een heel fiere, heel trotse, heel gelukkige voorzitter. Vandaag een belangrijke dag voor KVK. Zoals altijd gezegd in vorige interviews, ik denk dat de facilities, zoals dat noemen, dus de omringende, het gebouw, de trainingscentra enzovoort, dat dat heel belangrijk is voor KVK om professioneel te zijn en te blijven. En dit is een hoeksteen om de verdere ontwikkeling van de KVK te verzekeren. En dus heel blij met wat we vandaag kunnen aankondigen. Het is een partnership tussen de stad en de KVK. Totale project kostte 4,2 miljoen, waarvan de stad 2,2 miljoen voor zijn rekening neemt. En het is echt ook de bedoeling dat naast de KVK hier op het oefencentrum ook nog andere sporten kunnen oefenen. Atletiek, judo en anderen. Turnen ook hier op de Wembley zit. En op die manier kunnen we de Wembley site eigenlijk echt wel uitbreiden tot een topsportsite naast die we al hebben in de Lange Munt. De belangrijkste ruimte is de ruimte waar de spelers zullen kunnen trainen. Die ze kunnen gebruiken om hun individuele ontwikkelingen te organiseren. Om in groep ook beter te worden. En ook voor revalidatie zal die ruimte kunnen gebruikt worden. Waar alles van fitnessmateriaal zal staan, toestellen. En dat is ongeveer iets meer dan 600 vierkante meter. En verder is er heel veel bureauruimte voorzien. Medische ruimte, multimedia lokaal onder andere ook. Waar dan we kunnen filmpjes opnemen, waar we kunnen interviews afnemen van spelers. Er is een uitgeruste keuken voorzien en ontspanningszaal voor de spelers. Eigenlijk alles is voorzien in het gebouw. Het was nodig. Dus een van de dingen de opmerkingen die we kregen van spelers die we wilden aantrekken, of van jeugdspelers of van wat dan ook, is inderdaad het gebrek aan een professionele ruimte om zichzelf te ontwikkelen of om het team te ontwikkelen. En hiermee maken we echt een grote stap vooruit. En waarschijnlijk maken we een inhaalbeweging en misschien zelfs nog veel meer naar alle andere clubs toe. Dus het wordt een troef voor KVK om spelers aan te trekken en te begeleiden. Eenmaal dit oefencentrum gebouwd is, gaan we eigenlijk een extra voetbalveld creëren op de Wembley. En dan kan de KVK eigenlijk haar oefencentrum, laten we zeggen, haar oefenterreinen uitbreiden met een extra veld, zodat ze eigenlijk nog beter kunnen hun spelers klaarstomen. Wij moeten kunnen anticiperen op bepaalde noodwendigheden. Ik denk maar aan de opkomst van data, het gebruik van data. We hebben nu sinds dit seizoen ook mensen in de staf die zich exclusief gaan bezighouden met data, maar die mensen moeten dan opnieuw ook een bureau kunnen krijgen. Dus stel dat er opnieuw ontwikkelingen, veranderingen zijn, dan moeten we kunnen rap schakelen binnen in het gebouw. En door de modulaire opbouw kunnen we altijd schakelen. Dus we zijn flexibel met onze ruimtes. Als je als speler, als profspeler, als je jezelf goed kan voorbereiden, dat zou normaal gezien moeten resulteren in betere condities, in beter spelgebeuren, ook naar het team toe. En dat is denk ik belangrijk voor ons. Tot vandaag hebben we niet altijd de nodige faciliteiten om dit te kunnen gaan waarmaken. Maar met het trainingscentrum gaan we ons direct in de kopgroep zetten in België qua trainingsinfrastructuur. En we kijken er absoluut naar uit.